Italianus Live. Ja, we gaan weer verder met alcohol inkt. En zoals je ziet heb ik hier al een laag folie liggen. En ik heb hier een vaas die ik al schoon heb gemaakt. Het ziet er niet zo uit. De binnenkant is nog vies. Maar de buitenkant is met alcohol, helemaal alcohol, gewoon vetvrij gemaakt. En dan ga ik nu iets proberen. Ik heb het voorbij zien komen op YouTube. En nou hoop ik dat het bij mij ook werkt. Maar dat zullen we gaan zien. Dus ik heb hier mijn bakje met alcohol inkt. En ik ga gewoon hier wat opgooien. Dus ik denk dat ik nu moet gaan stoppen. Maar ja, ik vind dit zo mooi. Het bewegen van de kleuren. Oké, op mijn folie heb ik nu dus allerlei kleurtjes alcohol inkt gedaan. Nu ga ik mijn vaas in het midden erop zetten. Dan hoop ik nog wel, ja, het komt nog in beeld. En dan ga ik mijn folie omhoog doen. Zodat de inkt dus tegen de vaas aankomt. Oeps. Daar is het een beetje kort, zie ik. Dat is jammer. Oh. 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 En dan druk ik dat allemaal even aan. En dan maken we het weer los. Volgens mij kon het meteen weer los, maar dat weet ik dus niet zeker. Of ik nou moest laten wachten, of dat het dus meteen los kon, dat weet ik dus niet. Ja, het is wel. En dan moet ik denk ik ook andere kleuren gebruiken. En dan had het nu hierop moeten zitten. Nou ja, de onderkant is wel, zoals je kan zien. Maar de zijkanten. Oh, dit is niet mooi geworden met het zilver, zie je? Dit. Ik had er geen zilver in moeten doen. Nee, dit werkt dus niet met zilver. Oké. Deze ga ik weer schoonmaken en die ga ik opnieuw doen. Dit was dus even een test. En die pak ik even. Want je kan dus vervolgens, omdat het hier al in zit, kan je dus allerlei andere voorwerpen kan je dus pakken. Alleen, ik had er geen zilver in moeten doen. Dat is wel duidelijk. Nou ja, dat hebben we dus ook weer geleerd. Dus ik kneed dit potje goed aan waar een vaccinelichtje in moet. En ik maak hem open. Tada! Zie je? Dan hebben we dit kleine potje. Wat dan nu? Met alcohol inkt is. Deze laat ik dan even op zijn kop drogen. Om te kijken wat het dus uiteindelijk wordt. Omdat het dan toch met zilver erop zit. Alleen omdat ik hem nu omdraai, loopt het inkt al naar beneden. Dus volgens mij. Wacht. Ik ga een nieuw stukje folie pakken. En dan weet ik wel wat ik ga doen. Dan ga ik over dat kleine potje heen gieten. En dan laat ik het op het folie afvallen. Dus. Ja, en ik had dus eigenlijk, dat hebben dus die Amerikanen wel. Die hebben van dat bredere folie. Of het al misschien bij ons in de horeca dan wel hebben. Maar gewoon in de supermarkt koop je dus deze langwerpige. Zo. Dan zetten we deze neer. En ik moet denk ik dus toch lichtere kleuren gebruiken en kleuren die er tegenaan zitten. Oh, ik ga eerst even snel. Nee, ik laat hem opdrogen. Shit, had ik hem niet op de bodem moeten zetten. Oh, nou zet ik hem dus op zijn kont neer.
Maar ik moet hem gewoon laten drogen om het te laten zien hoe het... Nee, het is al droog. Kijk, je ziet het al. Het is gewoon niet mooi. Nee, die gaat gewoon even... Kijk, dan heb ik dus deze alcohol. 96% gewoon eigenmerk kruid. Want ik heb geen idee wat het kost. 3 euro, nog geen 3 euro. Ik heb echt geen idee. Maar ik heb even een paar kleurtjes heb ik verdund, omdat het gewoon anders gewoon te snel gaat. En ik nog steeds aan het oefenen ben om het meer eigen te maken. Vind ik het gewoon zonde om meteen echt al die flesjes leeg te knijpen. Maar ik had nu zoiets van, ja, hier op het glas gebruik ik liever geen dunnere. Of misschien weer wel. Nou ja. In ieder geval, kijk. In principe, als je het... een hele dag laat drogen, hoef je op zich geen beschermlaag eroverheen te doen. Dan kan je best een beetje water wat er overheen komt. Alleen hij is niet UV beschermd. Dus hij blijft niet jaren mooi. En met een vaas komt natuurlijk wel regelmatig water eroverheen. Dus met een vaas wordt het geadviseerd om het dus wel te doen. Maar met zo'n vaccinelichthoudertje, zo'n potje, hoef je dus in principe niet te zielen, zoals ze dat noemen. Nou, ik vind hem grotendeels schoon. Het ging mij erom dat het zilver eraf is. En dat is er nu al af. Anders ben ik ook meteen weer door mijn alcohol heen. Oké. Okay. Die gaat zo voor ronde nummer 2. Nu gaan we even dit kleine dingetje... Gaan we gewoon even zo doen. Kijk, zo kan je het natuurlijk ook gewoon doen, hè. Dat het gewoon zo naar beneden loopt. Of dat je hem in je hand vasthoudt en je doet het zo op deze manier. Dat kan natuurlijk ook, maar het was gewoon even leuk met het folie. Krijg je natuurlijk toch weer een ander effect dan wat je nu doet. Dus ik gooi toch even wat blauw hierin. Oh. Ja, ik moet toch naar de donkere kleuren toe, denk ik. Maar aan de andere kant, hier zit dus nog die zilver in. En nou geeft het dus wel een leuk effect. Maar ik ga het niet weer erbij doen. Ik wil helemaal geen rood. Oh, wat erg. Goud moet ik ook niet. Wat is dit? Nee, ik ga deze toch even met mijn blauwe tinten afmaken. Oh, moet ik natuurlijk niet met mijn vingers aanraken. Dit potje stoppen. Zo. Kijk, en nu zie je hier dus wel heel mooi dat zilverrandje erboven. En dat vind ik dus wel mooi. Maar nu dit hier, die druipers. En die vind ik dus mooi. Dit vind ik mooi. Maar deze druipers vind ik dus niet mooi. Oh shit, en als er toch iets van zilver ingeknoeid. Nou, natuurlijk. Nou ja, ik ga deze gewoon laten drogen. Die zetten we vast neer. Ja, die zetten we even hier neer. En dan ga ik nu op dit blaadje gewoon even wat meer verschillende kleuren erop doen. Ik denk dat dit wel genoeg is, denk ik.
Dus ik ga mijn vaas erop zetten. En ik ga mijn folie dus omhoog er tegenaan zetten. Zo. Nou vraag ik me toch af, kan je het nou inderdaad echt meteen... Ja, je zag net wel dat je het meteen eraf kon halen, maar... Kijk, moet je ondertussen kijken naar deze. Wat een leuk vaccinelighoudertje is dit geworden. Zie je? Althans, ik vind het erg leuk geworden. Maar zo is het spelen met het alcoholinkt. Ja, nou ja, wat mij echt voor mij nu de rode draad is geworden, dat ik gewoon heel graag met kleuren speel. En gewoon heel leuk vind om te zien wat doen die kleuren. Nou, oké. We gaan hem uitpakken. Ik weet niet of het goed te zien is. Ja, bij de een zie je dus wel duidelijk druppels. Bij de ander zie je die kleuren door elkaar heen. Dus ik... Ja, het is nog wel even oefenen met kleuren. Welke kleuren je dus ervoor kan gaan gebruiken. Maar het lijkt net van het gerookt gemelkt glas. Het is wat ik alleen jammer vind, dat je dus hier wel wat druppels ziet. Maar ja, het is echt even zoeken met kleuren, denk ik. Nou ja, dit was... Oh, en er ligt nog veel verder van de onderkant. Want als ik hem nu omdraai, gaat hij meteen druppen. Dus dat moet er even af. Dat als ik hem omdraai, dat hij dus niet meteen... Oh, of misschien is het juist wel mooi trouwens. Oké, ik zet hem dus zo weg op zijn kop. En dan kan ik... Nee, ik denk toch dat ik de volgende keer meer alcohol moet hebben, want dit blaadje is zo goed als leeg. Het enige wat ik ga doen, ik heb hier van die blaadjes bladgoud. Ja, sorry, ik blijf toch met dat goud en dat zilver ertussen, ik blijf dat toch erg mooi vinden. Dus misschien is dat nu op deze manier... Oké, nou zit ik helemaal zelf onder, wat natuurlijk niet de bedoeling was. En ik wil niet dat het zo'n raar brokje is. Oké, ik ga gewoon even wat testen. Zal ik dezelfde vaas nog een keer pakken? Ik ga gewoon deze vaas nog een keer pakken. Het is toch een testfase. Ik ben heel benieuwd wat deze goudblokjes nu gaan doen op... Mijn vaas nu toch aan het testen zijn, kan ik net zo goed even verder testen. Oh, misschien komt het trouwens wel door het harde aandrukken wat ik doe. Daar bepaal ik natuurlijk ook de vorm mee. Zie ik? Ja, zo kan je natuurlijk ook allerlei vormen natuurlijk bedenken. Misschien kan je wel een keer letterlijk zo... Nee, dan duw je het inkt aan de kant. Dat kan niet. Oké. Ik ga het nu zo eraf halen. Want hij moet toch zo blijven staan om te drogen. Ik ga het zo te laten zien. Ja, de onderkant was wel vies hoor. Maar er moet gewoon een vaccinelichtje in. Maar... Ja, het is toch moeilijk om dit te zien voor een camera. Merk ik. Nou, zo gaat het beter. Dan is het toch het zilverrandje mooi. Dit is dan de vaas waar ik dus later die goudblaadjes overheen heb gedaan. Ik vind alleen dit niet mooi, maar dat ga ik natuurlijk gewoon weghalen met alcohol. En dan is hij wel donker, maar ik denk als je hier water in hebt staan en bloemen, dat het toch wel heel erg mooi is. Kijk, zie je, daar moet ik even een stukje weghalen. Nou, voor de eerste keer, ik ben tevreden. Ja,
Ik ben tevreden voor de eerste keer.